Hij zat al een tijdje op de bank en was ook wel een aantal keer ingevallen, maar door een blessure van Mark-Jan Fladeres heeft Mitchell Paulussen zich nu voor het eerst echt goed gepresenteerd aan het Limburgse publiek. De 20-jarige middenvelder die nu als linksbuiten speelt, heeft inmiddels al 5 basisplaatsen op zijn naam staan. Voor Paulussen, die uit de eigen jeugdopleiding komt, is er in korte tijd veel veranderd. Ja, natuurlijk verandert er iets. Iedereen wil wat van je weten en ze vragen hoe is het, dit, dat. En zolang het bij je leuke reacties blijft, ja, vind ik dat helemaal niet erg. Je bent natuurlijk een jongen uit de eigen jeugd. Mensen zien dat graag. Je bent de tweede na Guus. Merk je toch ook dat mensen daardoor extra goed op jou letten op dit moment? Ja, ik denk wel dat de mensen het leuk vinden dat een tweede na Guus doorbreekt, zeg maar. Ja, en dat is tenslotte de jeugdopleiding voor. Ja, dus lang is er niks doorgekomen en nu ben ik de tweede. Dus ik denk wel dat mensen daar met meer aandacht naar kijken, ja. Nou, hij doet het goed. Ik denk hij werkt hard. Hij moet alleen nog wat losser worden, want hij moet nog wat meer zijn eigen spel daarin vinden natuurlijk. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook zwaar was. Als je kijkt naar mijn eerste seizoen, dat waren ook ups en downs alle wedstrijden. En dat is niet makkelijk voor zo'n jongen. Ja, op zich ben ik wel tevreden. De eerste wedstrijd na de winterstop heb ik voor mijn gevoel wel aardig gespeeld. Ja, het is jammer dat die 2 ballen tegen Heerenveen en die tegen AZ, die moest er zeker in. Als ik die 2 maak, dan sta ik hier misschien wel een beetje anders. Afgelopen zaterdag was het voor me persoonlijk iets minder. Maar het was gewoon belangrijk dat we die wedstrijd zouden winnen. En dat is gelukt. In de bekerwedstrijd tegen AZ had Paulussen zich meteen van zijn beste kant kunnen laten zien door te scoren. Toch is de middenvelder niet meer te lang bezig met zijn gemiste kansen. Als het denk ik een jaar geleden was gebeurd, dan was het wel lang in mijn kopje blijven zitten. Ik heb wel stappen gemaakt en na die kans heb ik gewoon voor mij de knop omgezet. Ik had daarna nog een matige bal en daarna was het voor mij gewoon klaar en heb ik gewoon vrij doorgespeeld. En het ging wel aardig dus. Vorige week sprak ook jouw trainer, Jon Dahl Thomasson. Hij is tevreden over jou, vindt dat je het goed doet. Maar hij vindt dat jij nog niet klaar bent voor jouw vaste positie. Dat is eigenlijk de nummer 10. Ben je dat met hem eens? Ja, ben ik wel met hem eens. Met hem natuurlijk ook zelf over gesproken. Het middenveld is toch anders. Vooral als je van de belofte komt. Hij maakt de stap naar zeg maar het eerste. Ja, het is gewoon op en neer. Het is veel zwaarder. En aan de zijkant heb ik nu ook een vrije rol, zeg maar. Dus ik kan het invullen hoe ik zelf wil, zeg maar, een beetje in balbezit. En het is een beetje wat te vergelijken met de teampositie wat ik nu speel. Alleen in verdedigend opzicht wijk ik een beetje uit naar de zijkant. In de belofte is Paulussen een speler die zich meer laat gelden, met zowel doelpunten als assist. Dat laat hij op dit moment nog niet in het eerste zien, maar teamgenoot Hupperts gelooft wel dat de middenvelder, net zoals hij, een basisspeler kan worden. Nou, hij heeft een goede mentaliteit, hij ziet het spelletje goed en hij speelt ook makkelijk tussen de linies. En als hij nog wat meer ervaring in de Eredivisie krijgt, zoals ik, dan komt dat vast zeker goed met hem. Als je wedstrijden vergelijkt wat ik bij de belofte heb gespeeld en nu deze wedstrijd, dan zie je wel tuurlijk zie je een verschil. Dat ik bij de belofte misschien iets meer aanwezig ben of iets vrijer speel. Ja, en dat heeft vooral te maken met het niveau. Dat het gewoon, het niveau is gewoon veel hoger dan die maandagavondwedstrijden. Dus dat moet allemaal nog wel komen, maar komt wel goed, denk ik. Ik bedoel, dit gaat natuurlijk nu heel erg goed. Het nieuwe jaar is net begonnen, 2014. Wat wil je gaan bereiken? Ik bedoel, wat wil je nog dit half jaar kunnen laten zien? Ja, ik wil sowieso scoren, assist geven. Gewoon dat je belangrijk bent voor het team. En ik wil ook gewoon zoveel mogelijk minuten maken. Dadelijk komt Mark-Jan terug. En je gaat weten dat je gaat niet 13 wedstrijden achter elkaar spelen. Dus voor mij is het gewoon belangrijk om ook voor mezelf beter te worden. Heb je het gevoel dat je er al een beetje bent? Of is dat echt nog veel te vroeg om te zeggen? Nou, dat is wel een beetje een raar gevoel. Ik heb heel lang meegetraind en heel lang een beetje tegenaan gezeten. En nu gaat het dan even, ik speel en het voelt wel een beetje als dat ik mezelf nu kan laten zien. Maar ik voel me zeker niet dat ik er nu ben of het voelt wel nog steeds nieuw. En ik heb nog lang niet alles laten zien wat ik kan.